Ik had hem er liever bij gehad, maar hij is uit aan het rusten thuis, dus daar kan ik niet zoveel aan veranderen. Maar we hebben veel te bespreken nog, hoe nu verder. Dus we gaan morgen vroeg, heel vroeg, vrees ik zelfs, gaan we verder. 8 uur geloof ik. Dus, Ronald Plasterk is op dit moment aan het tikken aan zijn verslag over de formatie tot dusverre. Hoe kijk jij nou naar dit schouwspel? Nou, het is een rommeltje, een amateuristisch rommeltje. Het begon natuurlijk met dat merkwaardige getwitter en gesneer onderling. Maar de afgelopen 48 uur zien we ook een toch wel hele merkwaardige situatie ontstaan. Vanwege de absentie van de NSC om gronden waarvan we nu toch echt van vriend en vijand horen dat niet een hele geloofwaardige gronden zijn. Hè? De zogenaamde financiële onthullingen die er zouden zijn, maar die aan alle kanten echt zeer worden gerelativeerd. Dus het leek op een gelegenheidsargument. Maar misschien nog wel het meest merkwaardige is nu dat we een politiek leider hebben van een partij die mogelijk aan de knoppen van het land gaat draaien. Ingedogen of ondersteunend of in een kabinet, maar die gewoon van het toneel verdwijnt omdat hij doodmoe is en in Enschede gaat zitten, terwijl hij zijn eigen partij daarmee ook stuurloos achterlaat. Dus hij legt geen verantwoording af over wat er nou precies gaande is, maar je merkt ook gewoon als je met mensen van NSC spreekt de afgelopen tijd dat die eigenlijk ook niet weten waar ze aan toe zijn. En dat is in het licht van de verantwoordelijkheid die NSC zoekt en heeft beloofd aan de kiezer wel verontrustend. Denk ik. Het leidde ook tot chaotische taferelen, ook bij de fractie van NSC deze week. Als we naar de partijleiders van de andere partijen gaan die hier moeten aanschuiven. Ik sprak er net ook over met Wilders, die zegt van ja, het is bij dat appje gebleven. Het laatste wat ik hoorde was dat appje van eergisteren. Dus verbaast u dat? Ik ga nu weer het gesprek. Dank u wel. Ja. Dus er is helemaal geen contact meer geweest met Omtzigt, waarin misschien verder ook is toegelicht wat nou de achtergronden zijn verder van het plotseling opstappen? Ja, er is een brief gestuurd, een brief afgegeven geloof ik, door NSC bij de informateur met misschien nog eens de uiteenzetting van hoe zij er tegenaan kijken. En die brief zou dan openbaar worden gemaakt op het moment dat het formatieverslag verschijnt. Maar het is en blijft natuurlijk een hele rare gang van zaken. De informateur, aangesteld door de Tweede Kamer, ook op voorspraak, mede op voorspraak ook van NSC, die met z'n vieren samen met de drie andere partijen hier wilden praten, op een of andere manier op deze manier toch geschoffeerd wordt. Het is onfatsoenlijk de manier waarop dat gaat. Het past ook niet in de enorme waarde die Omtzigt altijd hecht aan zorgvuldigheid, het proces goed doorlopen. Hij heeft eigenlijk gewoon de zaak uit zijn handen laten vallen en is vertrokken naar Enschede. Het geeft allemaal een heel rommelig beeld. En je merkt ook wel bij de partijen die overblijven dat ze ook niet zo goed weten hoe ze zich moeten uiten. Ik had gehoopt dat hij erbij was, maar ik geloof dat hij thuis is aan het herstellen. Dus ik wens hem snel dat hij zich beter voelt. Ik signaleer vooralsnog dat het enigszins met de handrem erop gebeurt. Hè? Dat je Wilders niet totaal uit zijn plaats zien gaan zoals we dat de afgelopen jaren vaak genoeg hebben zien gebeuren op Twitter of voor camera's. Dus hij houdt er toch nog rekening mee dat er misschien iets van een lijnpoging moet zijn. Maar tegelijkertijd ook wel de ergernis van ja, waar zijn we nou aan toe en hoe onprofessioneel is deze gang van zaken wel niet? Het ligt nu weer stil. Ja, ik vind dat ontzettend zonde. We hadden gewoon door moeten gaan. Dylan heeft vandaag begroting. En dus we gaan morgen verder. Ja, wat er dat Omtzigt nog aanschuift? Dat weet ik niet. Ze gaan hier vrijdagochtend om 8 uur weer verder praten. Nou, de stoel van Omtzigt zal er weer zijn, maar het is niet aannemelijk dat hij er ook daadwerkelijk gaat zitten. Ja, hoe nu verder dan? Dat is een goede vraag. Vragen mensen zich in dit gebouw zelfs af of Omtzigt volgende week wel bij het debat aanwezig is? Omdat het erop lijkt dat hij dusdanig moe is, al na deze paar weken vergaderen, dat hij de confrontatie niet aandurft, de uitleg niet aandurft, kennelijk geen leider wil zijn, ook voor zijn fractie. Fractiegenoten weten niet waar ze aan toe zijn. Dat het dus heel onduidelijk is wat nu precies de situatie is. En dat is gewoon heel erg merkwaardig, gezien toch het grote vertrouwen dat veel kiezers ook in NSC hebben uitgesproken, hè, met de belofte van we gaan het land een andere kant op duwen en daar willen we ook onze bijdrage aan leveren. Nou, dit is een bijdrage van we trekken ons terug en in de reacties die wij voor en achter de schermen optekenen van NRC'ers krijg je ook niet een heel eensluidend beeld over hoe het nu verder moet. En dat is denk ik verontrustend voor het verdere verloop van de kabinetsformatie. We zitten gewoon midden nu in de week dat we ook proberen te begrijpen wat is er nu aan de hand en wat is precies de bedoeling.
Dus daar zijn we mee bezig. Als je dan met jouw ervaring verder kijkt, hè, wat er kan gaan gebeuren, is het dan reëel dat de partijen zonder omzicht alsnog ook verder gaan in een minderheidspoging? Ik sluit dat zeker niet uit. Ik merkte de afgelopen dagen dat er wel echt de behoefte was dat men nog niet deze optie helemaal afsluit over rechts. Zowel overigens bij de partijen op rechts die nu nog aan tafel zijn gebleven als partijen op links. Die zeggen het is eigenlijk nog niet helemaal goed onderzocht en wat is nou precies de status. En voordat er naar links wordt gekeken moet je eigenlijk die deur naar rechts wel echt hebben afgesloten. Dan moet ook het land hebben gezien dat het echt niet mogelijk was. Nou, dat zien we op dit moment nog niet. Wat Omtzigt zelf, maar ook zijn collega's van de NSC-fractie, geven aan dat er ook nog een tweede ronde toch komt en dat er misschien dan wel weer gepraat kan worden. Misschien onder andere voorwaarden of met een andere opdracht voor de dan nieuwe informateur. Want de verwachting is wel dat er een nieuwe informateur moet komen vanwege de toch kribbige verhoudingen inmiddels tussen Omtzigt en Plasterk. Waarmee je dus eigenlijk van beide kanten van het politiek spectrum nu nog hoort van nou, we zijn nog niet klaar met het verkennen van deze optie, met het precies uitpluizen of het niet mogelijk is. Maar één ding is zeker, snel zal het daarmee niet gaan. En dat betekent dat het huidige demissionaire kabinet echt nog wel wat maandjes te slijten heeft in de Trevenzaal. Dankjewel, Wouter.